Dames en heren, mag ik even die moderne aandacht in verband met de gebeurtenissen? Hoop ik dat u het begrip voor zich kunt hebben aangepast. Dat ze zinnen kunnen worden, iets ook voor de radio wel eens als iets met zieken wat erover, wat er overleden. Geen klassieke muziek. En dat viel dan kennelijk om te verwerken. Dat was een soort instituut. Neem dus echt een test. Ik vind die microfoon altijd zo raar. Je een beetje je stem traint. Maar het wordt veel vaak op de lensscholen ook al niet meer geleerd. Het is een zaal van ongeveer aan. Kijk, makkelijk in praat. Nou. Als mensen, hé, hey, pas je aan. Kijk, zo, ik kan iedereen leren. Ik heb er niet extra lol voor nodig. Heel ontzettend misverstand. Dat mensen denken dat je ook met veel lucht, als je veel lucht in maakt, dan komt het geluid verder. Nou, als je het geluid is, zichzelf voortplant. En ik kan natuurlijk niet heel veel als er een wind staat, dat het geluid een beetje kan, een beetje kan worden. Ja, links is cursus vrijdenken, zeg ik. Ik heb nog niet gepland om dat te zeggen en dat zou je vrijdenken doen. Dat zou je precies, want dat is niet gepland. Over de grote misverstand natuurlijk dat vrijdenken. Oh, die is niet begonnen, hè? Waarom? Ja, het gaat over zo'n nachtkaars. Dat staat er. Of we worden straks. Het is duidelijk waar het precies begon, maar dat is niet. Ik weet niet hoe precies begonnen bent. En ons geheime verlangen is dat we er straks, want het moet allemaal op tijd, maar dat we dan eruit gedragen moeten worden. Zo tegen de boel of wel. Ja, ik wil dit even duidelijk stellen dat vrijdenken een lastige term is, eigenlijk een term die je zou moeten vermijden, maar het is niet meer te doen. Ik begrijp wat de mensen in de consenssfeer mee bedoelen, maar vrijdenken bestaat helemaal niet. En er is ook geen enkele consensus, er wordt ontzettend over gediscussieerd wat het zou kunnen zijn. Maar het is toch gebonden aan hersenen. Maar waarom bestaat dat denken? Nee, want het is niet voor niks is vrij. Nee, maar dat is even, ik ga het even ingewikkelder maken. Nee, ik wil het even duidelijk stellen. Ja, nee, dat is duidelijk. Maar we gaan het nog ingewikkelder maken. Luister. Nou, luister. Ik dacht dat je vrij mag denken. Nee. Ja, nee. Ik ook. Ja, dus ik zou maar met vrij denken dwars zitten. Kijk, wat is nou vrij denken? Kun je dan niet vrij denken? Vrij denken, tamelijk denken. Nog wel denken doen. Niet vrij nee, maar dat zijn allemaal taalspelletjes. Er viel al in een eerder gesprek ja. Met die filosofen van jou ja. In het andere zaaltje. Ja. En zei iemand, ja, dat sommige mensen zeggen van een taalspelletje van Wittgenstein en zo, maar dat is ook terecht. Het zijn bijna taalspelletjes. Als je niet afspreekt wat je onder een bepaalde term, wat je onder vrij of over denken verstaat, en zeker die combinaties, alle kanten op willen. En het klopt allemaal in hun eigen. Ik bedoel, de hele filosofie van Hegel, de dialectiek is ook totale onzin. Maar het is een prachtig ingenieur bouwwerk. Alleen in het begin, als je dat even repareert, vaak, dan dompt het hele werk in elkaar. Dus op zichzelf is het niet slecht om alle kanten op te denken. Het zijn een soort spelletjes ook. Maar we zitten nu met het misverstand dat we hier zitten over dat vrijdenken. Maar laten we het dan ook maar meteen voor eens en altijd uit de wereld helpen. Het bestaat dus niet. En het bestaat niet. Nee, maar ik wou zeggen, je moet het twee kanten. Je kan het vrij technisch vanuit de hoek van de hersenen gaan beschouwen. Dan krijg je mensen die zo tegen zwaap zijn, zoals mevrouw Hermsen, die VPO gisteren een merkwaardig stuk overschrijft. Waarom? Dat was daar weer van? Nou, dat die geestig opbestaan zijn. Ja, het is gewoon een werking van de neuronen. En dat zijn in je hersenen. Ik bedoel, klaar, wat moet het anders zijn? Als je doodgaat, dan is die geest er toch ook niet. Mensen denken, dat ik bestaat ook niet. Dat vinden mensen ook heel raadslachtig. Ik, het feit dat je denkt dat je jij ik bent, dat is ook gewoon een werking van de hersenen die is ontstaan. Omdat dat goed was in het kader van de ontwikkeling van de mensen in de evolutie, past dat gewoon heel goed. Maar ik denk dat een mail ook over zichzelf denkt, ik ga nu eens eventjes dit of dat doen. Natuurlijk is het wel leuk om dat te verbeelden, zo'n mail je zo aan de zijkant aan. Ja, wat denk je? Dat weet je niet. Maar de meeste dieren komen er niet aan toe, want ze zijn veel te druk met voedsel zoeken en ze voortplanten. En mensen heeft het op een gegeven moment vrije tijd. Ik denk dat de meeste mensen die hier zitten, hoeven er eigenlijk helemaal niet meer te zijn voor de instandhouding van de
Voortplanten, hup, dan kan je recht te volgen. En niet, dat komt voor, komen mensen helemaal niet aan het denken toe. En daar is een raar idee ontstaan. En dan ook het idee dat het leven ook zin had. Jan van Eerde heeft een prachtig boekje geschreven. Als het ware columns. En die werden verzameld tot de titel van één column. Wees blij dat het leven geen zin heeft. En die vertelt dat zo prachtig. Ik zei ook wel eens, de zin van het leven is de zin die je er zelf aan geeft. Het leek mij ook in die trant passen, want het is niet een algemene zin van ons bestaan. Het bestaat helemaal niet. En hij zei, als je op in die column schreef hij, als je op een feestje of een bijeenkomst zegt zo van het leven geen zin heeft, dat wordt toch wel gewaardeerd. Een beetje cynisch, hè, dat mag er wel een beetje bij, zo die donkere kant, mensen mogen er ook zijn. Maar als je nou zegt, wees blij dat het leven geen zin heeft, dan word je tot de krankzinnig gerekend. Je mag het toch niet professioneel helpen dan. De meeste mensen raken hier heel gedeprimeerd van natuurlijk. Nee, het is eigenlijk troostend. Ja, nee, dat vind ik echt maar als het leven wel zin zou hebben, dan red je het nooit. Want die zin, dat red je niet. Het komt allemaal niet uit. Je gaat uiteindelijk dood. Elk leven loopt slecht af dan ook, want je gaat dood. Dat is, als het geen zin heeft, dan kan je gewoon eens kijken, wat zal ik dus doen? Dan hoef ik niet een bepaald doel te halen. En dat is ook in dat soort discussies hoor je elke keer halen mensen richting en doel door elkaar. Omdat er bepaalde richtingen zich voordoen, denken mensen dat het ook, dat moet er wel een doel zijn. En ze hebben allerlei doelen verzonnen. En dus, ja, er zijn alle godsdiensten op die manier ontstaan. Heel praktisch. Ik heb een paar collega's gegeven in Tilburg. Niet over godsbewijzen, want godsbewijzen deugen allemaal niet, daar kan je dus geen bewijs noemen, maar er zijn een aantal stuk of 16 nog wel, een beetje hier nog wel gehoord. Kun je eentje doen? Nou, actueel is het is dat gezeur over dat het zo intelligent in elkaar is, dat het ontworpen is. Dat hoeft eigenlijk niet meer. Maar je hebt ook een ontologisch godsbewijs, dat gaat ongeveer een beetje korter de bocht. We kunnen over God hebben. Ja, nou. Dan moet je wel bestaan, daar hebben we het anders over. Dat is een beetje een manier. En al die bewijzen die kloppen gewoon echt niet. Ik heb zelfs als in de lachende scherm was een jongen op de terminaalafdeling van het ziekenhuis gekomen, van het Toon Hermans ziekenhuis. Dat had ik zo genoemd toen bij Toon Hermans, dat het lastje was in de krant. Toon Hermans zat ik op te scheppen dat hij met zijn dichte bundels, dat hij zoveel steun gaf als mensen in het ziekenhuis verdoofd waren, gaan ze door een bundel geworden. Dat had ik het ziekenhuis, Toon Hermans ziekenhuis genoemd, ook met een groot portret in de hal. En werden mensen ook gedwongen min of meer op die boekjes van Toon Hermans. Op een gegeven moment, dat jongetje wat in het ziekenhuis ligt, die raakt in gesprek met die man naast hem en zegt, ja, ik moet nu afronden, want ik moet want als ik die boekjes niet allemaal uit heb, als ik erbij ben, gaat voor ik die boekje allemaal uit heb, dan krijg ik gedonder met die jetjassen, zei hij. En toen kwam er een dominee op bezoek en die zei tegen die jongen, dat speelde Dikkie van de Toren, die later Thijsje speelde in de serie We Zijn Weer Thuis, dus als ik dat nog wat zeg, maar die speelde toen een soort whiskit en die had een Mercedes gekregen voor de rijke mevrouw, die had het prettig gereden, die lag daar en die had van zijn vriendin een mooie laars gekregen. Waarom ik zei, daar kan ik fijn naar kijken. En die kwam ook nog even vertellen dat het uit was. Even in bed gekomen, zat ze verkleed als verpleegster om binnen te kunnen komen. En toen, dat heeft nog een Engels programma gehad, als je moet kijken wat een rare programma's in Nederland maken, waarbij de verpleegster in bed kruipt bij de ding. Maar dat was los van de context dat het meisje zo inventief was geweest om zo binnen te komen. Maar goed.